Inwoners van Opmeer balen als een stekker. Nog voordat de plannen voor een fietstunnel onder de AC de Graafweg waren uitgewerkt, heeft de provincie er een streep doorgezet. Ja, ik vind het zelf heel erg jammer. Ik bedoel, ik zeg net ook, we waren net al getuigen hoe gevaarlijk, hoe risicovol het verkeer is. Nou, ik vind het me helemaal niks, want ik ga er zo'n beetje 3-4 keer per dag overheen. En dan ga ik gelijk naar het Wijver. Nou, en vooral tijdens de spits moet je erg lang wachten. Ook Simon Loos is groot voorstander van een fietstunnel. Hij streed jaren voor de verbreding van de AC de Graafweg in verband met de veiligheid. En een fietstunnel zou wat hem betreft een aanwinst zijn voor Opmeer en Spanbroek. En dagelijks fietsen toch honderden tot een paar duizend mensen zomers naar een evenement over deze weg heen. Het loopt iedere keer risico dat er wat gebeurt. De aanleg van de tunnel zou gelijk kunnen worden meegenomen met de verbreding van de AC de Graafweg. Maar de provincie zit er vanaf, omdat het vooronderzoek naar de tunnel van de gemeente Opmeer te lang duurde. Het college van BW wilde eerst overleggen met de bewoners van: willen we überhaupt een tunnel? Als die tunnel komt, waar moet die dan liggen? Want er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. Nou, en die wil dus overleg met de inwoners, burgerparticipatie. En toen heeft de provincie gezegd, dat duurt ons te lang. Hoeveel tijd kwam de gemeente tekort? Nou, zeg maar een goede maand. We wonen hier nu 10 jaar en de eerste dag dat ik hier kwam wonen was er al sprake van een tunnel. En in al die 10 jaar is er nog steeds niks concreets op tafel gekomen. Dus ja, dat vind ik een beetje een slap excuus. Volgens de provincie moet er eerst een watertransportleiding worden omgelegd. Voordat er verder met de wegverbreding kan worden begonnen. Dit omleggen duurt een jaar en daarom ziet de provincie geen mogelijkheid om langer op de gemeente Opmeer te wachten.